Overal zie je ze. Mannen en vrouwen barstens vol capaciteit. En die capaciteiten herken je niet direct. Hun vaardigheden, dat zie je niet meteen. Nou ja, meestal niet. Een kwaliteit die je ook niet aan mensen kan aflezen, dat is de eigenschap, als je het een eigenschap kan noemen, integriteit. Integriteit is namelijk het goede doen als er niemand kijkt. Het gekke aan integriteit is dat je aanvoelt of iemand het heeft of niet. Je weet het zonder woorden. En nog veel gekker is dat je niet voelt of iemand het niet is, niet integer. Je voelt dus of iemand integer is en je herkent niet direct het tegenovergestelde. Het tegenovergestelde is chantabel zijn, opportunistisch of vals zijn, stelen, liegen. Je kan de lijst vast wel aanvullen. Iemand die het tegenovergestelde van integer is, die maakt dat vroeg of laat zichtbaar. Terwijl integriteit een leven lang verborgen kan zijn. Ik zei het al, integriteit is het goede doen terwijl niemand meekijkt. Het is ook trouw blijven aan je eigen opvatting over eerlijkheid en fatsoen. Om integer te kunnen zijn, moet je je eigen opvattingen over integer en fatsoen kennen. En dat is niet zo moeilijk. Er zijn wetten en er zijn regels en die zijn vastgelegd en aangeleerd. Er is ook nog een moreel besef. En dat morele besef is iedereen meegegeven. Behalve narcisten en psychopaten. Moral sense heet dat op zijn Engels. Het is een zintuig dat we allemaal hebben en dat een onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Iedereen weet dat je niet mag stelen. En dat je niet, zoals achter mij, keihard door rood licht mag scheuren. En dat corruptie slecht is voor de samenleving. Dat weten wij best, diep van binnen. Integer blijven is in sommige gevallen een voortdurende oefening. Integriteit is namelijk niet iets dat je hebt. Het is niet iets dat je zonder meer behoudt. Integer zijn is iets dat je bent. We komen op de wereld met een aangeboren besef, een kompas. Maar daarna moeten we ernaar gaan handelen. Als je trouw wilt zijn aan jezelf en aan je eigen opvattingen, moet je weten hoe het staat met je morele besef. Is dat van jou nog zuiver en onaangetast? Of is het veranderd door je bedrijfscultuur of door de tijd of de druk of de verleiding van je baan? Integriteit is het goede doen zonder dat het gezien wordt. Uiteindelijk is dat niets bijzonders, behalve voor jezelf. En dat is de grootste winst. Integer zijn. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.